camera loopt. Willem-Jan Otten, de helft van de avond zit erop. Hoe ging het? Geen idee. Ik heb me suf geluld, mag ik wel zeggen. Ik geloof dat het... Ja, wat moet je daarvan zeggen? Dat moet ik toch niet bedenken. Er waren mensen in de zaal. En die waren niet naar PSV aan het kijken. Dat is wat ik ervan zeggen kan. Okay. Maar het was een hoogstaand gesprek, was het, ja. Oké. Okay. Het tweede deel krijgen we zo meteen nog. Dan de tweede vraag. Ben jij gelovig? Ja. Ja. Punt. Dankjewel. Mogen geloven. Ja, precies. Dat heeft... Ja, dat, ik denk dat die is hier in Tilburg tegen een grote blinde muur, herinner ik me. In de aula van de... Ja, dat is net alsof je... Het is een stukje kerk. Zelfmoordruimte. Nee, zelfmoordruimte. Een ruimte waar je... Er zit hier vlak achter je begint een groot betonnen... Met vergeefs een paar planten. Ik heb twee keer wat blijde van het Romeins geloof was. Stel ik me voor, dat is bidden. Wist je als kind wat bidden betekent, wat dat was? Ja, ik geloof dat dat het allerbelangrijkste aspect is van geloven, bidden. De voorhangscheuren. De verscheuring. Oké. Dat had ik niet begrepen. Ik zal niet al te veel meer zeggen voordat het helemaal in elkaar kan ik niet beter. Ik heb nog een verder in afzetten. Is leading time. Willen, maar nog niet durven en graag je overgeven, maar dat stapje, de sprong, de leap, die wordt hierin beschreven. Alsof ik iemand ben die degene die het gedicht beschreven wordt, op een hoge duikplank, geblinddoekt een hoge duikplank, en hem moet springen. Liep Augustus op zijn einde, sloot de badmeester de hokjes af, fietste neuriënd september in. Niemand was er dan ook bij dat ik de plank betrad. Ik was geblinddoekt als een deserteur. Dit zijn de stappen bang 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 in het bosbad op de hoge, zweet men een peentje bang voor bang. De zon stond even laag als ik en stond op het punt van zakken in de grond. Wie mij naar boven had gebracht, ach mijn lief, en ik wist, morgen word ik wakker, maar ontkomen kan ik niet. Uit de schoonspringdroom ontwaakt men met de schoonspringdroom. Ik wist, ik maak ze nu dan dus, de aanstalten. Ik sta precies zo hoog als nodig om bevreesd te zijn. Dit is de toegedachte afstand tot het lussenwevend water doopsel zacht. Het heeft me altijd opgewacht. Maar waarom vrees ik dan ineens het bad alsof het heel snel leeggelopen is? Dat zo ik sprong, ik wil, ik vallen zou en niets mij vind.